Het is pas 27 maart, maar de eerste 1 april grap is al gemaakt. Een verzakt Gronings huis in het Openluchtmuseum. Het museum zelf ziet er de lol niet van in. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Vertrouwt u het nog, het stukje vlees op uw bord? Sinds het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over Vlees dat gisteren verscheen, zou je je vork er toch iets minder makkelijk in prikken. Maar wat is nu waar? De neparts uit Huissen, die eerder in het nieuws kwam vanwege zijn omstreden medische handelingen, maakt zich ook schuldig aan mensenhandel, zeggen oud-medewerkers. Een prachtige vinding is het waarmee je uit een watertje dat niet meer doet dan een beetje kabbelen, toch een hoop energie kunt halen. We moeten ongeveer rekenen op 50, 60 huishoudens die we hier van energie kunnen voorzien. En ze moeten een voortrekkersrol krijgen naar duurzamer leven. En daarvoor mochten deze 3 Apeldoornse studenten naar de Zuidpool. Heeft u vandaag weer gewoon een hamburgertje gekocht? Of was er toch enige twijfel? Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die gisteren haar rapport presenteerde, is vlees in de Nederlandse schappen niet veilig. Tenminste, er kan niet gecontroleerd worden of het helemaal veilig is. Dat nieuws heeft het vertrouwen van consumenten geen goed gedaan. En toch blijven we het kopen, ook al zijn we niet overtuigd dat het goed is. Ik heb wel het idee dat als ik kip haal in de winkel, dat ik dan meer water zit te eten dan echt nog kip. Ik vind het niks aan, dus... Nee, ik eet praktisch geen vlees. Als ik alles wist, dan kon ik denk ik misschien de helft wel niet meer kopen. Ik maak me er niet druk om, nee. Het is al lang geen donderslag bij heldere hemel meer. De onhygiënische en frauduleuze praktijken in de vleessector. Volgens de Consumentenbond wordt ons vertrouwen in vlees dan ook steeds minder. De schandalen maakt vleeseters wel bewuster. En daarom kiezen sommigen dan ook liever voor een zelfslachtende slager. Mensen zijn nu toch weer, ze worden een beetje bewust van hetgeen dat ze toch een goed stukje vlees moeten kopen. En dan komt toch de ambachtelijke slager weer aan bod, gelukkig. De slager in Oene kent de herkomst van zijn eigen vlees. En dat vinden de klanten wel zo prettig. Waar bent u bang voor dan? Waar bent u bang voor? Nou, dat hygiënische gedoe, dat onhygiënische gedoe, zullen we maar zeggen. Ik weet dat ze hier kwaliteit leveren, dus dan ga ik hier niet doen. Volgens de ambachtelijke slager hebben we als consument ook zelf de nodige invloed op de kwaliteit van het voedsel dat in de schappen ligt. Mensen die gaan toch voor een koopje naar de supermarkt en dan dat rundergaat kost dat 2,95. Nou, daar kan ik geen koe voor inkopen, absoluut niet. Verderop in de uitzending meer over wat er aan de hand is in de vleessector. Fred B., de eigenaar van medisch center Sanit in Huissen, maakt zich schuldig aan mensenhandel. Dat zeggen oud-medewerkers en een oud-compagnon tegen Omroep Gelderland. De man kwam onlangs al in opspraak nadat duidelijk werd dat hij zich uitgeeft als arts of dermatoloog, terwijl hij niet geregistreerd staat in het BIG-registratiesysteem voor artsen. En nu komen daar dus nieuwe aantijgingen bij. Nadat wij, laten we zeggen, we zijn opgestapt, werden thuis vrouwen en mannen in dienst genomen. En die gingen in één keer alle behandelingen uitvoeren. Maar er werd beloofd dat ze hier in Nederland vast zouden komen wonen. Dat hij voor ze ging zorgen. En dan moesten ze wel wat tegenover inleveren. Maar wat moesten ze inleveren? Een visum. De mensen die aan het programma Dossier GLD vertellen dat Fred B. betrokken zou zijn bij mensenhandel, willen dat alleen maar anoniem doen, uit angst. Zelf is hij niet bereikbaar voor commentaar. Eerder werd al bekend dat de Huissenaar een patiënt in China liet opereren aan borstkanker, terwijl de vrouw geen kanker bleek te hebben. Dat bracht een stroom aan reacties teweeg over de handelswijze van de Huissenaar. Ik snap niet dat iemand dat zo kan doen. En buiten dat zijn vrouw Sanit daarin meegaat. Dit is gewoon vreselijk. Ik hoop dat ze hem goed naar gaan natrekken. Wat hij allemaal doet, dat kan niet. Mensen moeten tegen hem beschermd worden. Dit is toch niet normaal dat hij er steeds weer mee wegkomt. Justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar medisch center Sanit en Fred B. In een eerdere verklaring heeft de Huissenaar al laten weten dat hij onschuldig is. Dossier GLD besteedt vanavond uitgebreid aandacht aan de zaak van de Huissense neparts. Een kabbelend riviertje in de Achterhoek wordt een heuse waterkrachtcentrale. Dat klinkt wat onwerkelijk, maar bij Ulft is een stuwdam geplaatst. Het is nu nog een proef, maar de reacties zijn al enthousiast. Het is nog moeilijk voor te stellen voor deze Ulftenaren, maar in de lucht hangt toch echt een stuwdam. Een stuwdam die in de Oude IJssel energie moet opwekken. Je moet ongeveer rekenen op 50, 60 huishoudens die we hier van energie kunnen voorzien.
En daarvoor is niet eens veel waterkracht nodig. Gaan er door een grote stuwdam honderden kubus water per seconde. Hier gaat het om nog geen 10 kubus per seconde. Maar het werkt wel. Dit is een stuw. Die heeft, achter de stuw valt het water naar beneden. Die snelheid gebruiken wij. Die laten we over een geleiding van een Venturi-schans in de molen terechtkomen. En die zorgt dus voor een rotatiebeweging. En die wekt dus energie op. En Nederland mag dan een waterland zijn. Op dit moment wordt nog geen 1% van onze elektrische energie uit water gewonnen. Naar onze inschatting heeft dit plan zeker toekomst. De kans om energie uit langzaam stromend water te halen biedt veel mogelijkheden voor Nederland. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Want water hebben we genoeg. Bijna 1/5 van ons land bestaat uit water. En de waterschappen willen graag meedoen met dit project. We hebben duizenden sluizen in stuwen in Nederland. Dus als je maar een kwart zou kunnen voorzien van dit soort apparaten die stroom opwekken, dan zou dat echt een flinke slag zijn in de energie-neutrale opwekking van energie. De installatie draait eerst nog een paar maanden proef. En als alles mee zit, zou deze mini-stuwdam over een jaar een woonwijk van Ulft van stroom kunnen voorzien. Een verzakt huis uit Groningen als nieuwe attractie in het Openluchtmuseum. Daar gaan je wenkbrauwen al een beetje van omhoog. Het blijkt een 1 april grap waar het museum zelf niet om kan lachen. En hoe de paardenhandel de drummer van de Rolling Stones naar het land van Maas en Waal bracht en backstage kaarten opleverde. Dat zou dat een kleine jongen lolly geven, want die had dan ook gek. Zo liep ik toch ook rond. Te koop aangeboden. Een compleet paardenstallencomplex. Alle stallen van de failliete projectontwikkelaar Eurocommerce in Lochem worden geveild. Eerder werd al bekend dat 35 paarden van Eurocommerce geveild worden. De veiling maakt veel los in de paardenwereld, omdat veel ruiters in onzekerheid zitten of zij de paarden kunnen blijven berijden. Het bekendste paard dat te koop wordt aangeboden is Londen, waarmee Gerco Schreuder zilver won op de Olympische Spelen. Volgende week donderdag en vrijdag zijn er kijkdagen in de Lochemse stallen. Hij kon wel door de grond zakken. Een blunder van doelman Dennis Gentenaar betekent dat NEC geen bekerfinale speelt. Het zoveelste drama voor de Nijmeegse club dit seizoen. Vooraf zit de sfeer er flink in bij de fans van NEC. Maar anderhalf uur later is er slechts doffe ellende. Uitgerekend clubicoon Dennis Gentenaar laat heel knullig een afstandsschot glippen. En NEC verliest met 2-1 uit tegen PEC Zwolle. Eigenlijk nog nooit gehad volgens mij. Maar ja, nu gebeurt het wel en dan is het wel heel pijnlijk. Nou, we hebben hard gewerkt om hier te komen en nagelaten om er echt iets moois van te maken. Ja, het is gewoon een drama. Hoe voel je daarna als je dan die wedstrijd uit moet keepen en na afloop? Geen gevoel eigenlijk. Je moet gewoon verder daarna. En dat moment is natuurlijk hartstikke klote. NEC kan nu het seizoen alleen nog maar redden door in de Eredivisie te blijven. We hebben nog 5 gigantisch belangrijke wedstrijden te gaan. En we staan op een plek die niet NEC waardig is. En het is nou het belangrijkste dat je handhaaft. Sproeikoppen bleken de afgelopen weken nogal in trek bij dievengilden. Honderden exemplaren verdwenen er bij fruittelers in het rivierengebied. Met de aanhouding van een 27-jarige man is de reeks diefstallen mogelijk opgelost. De man hield zich vannacht verdacht op bij Boomgaarden in Rossum. Toen agenten hem later in Hurwenen oppakten, vonden ze ook een tas met sproeikoppen. Onderzocht wordt of hij verantwoordelijk is voor eerdere diefstallen. Dit jaar zijn er bij fruittelers zeker 365 sproeikoppen van beregeningsinstallaties gestolen. 3 Apeldoornse studenten zijn op expeditie naar Antarctica geweest. En vandaag werden ze op het ROC Aventus in Apeldoorn feestelijk onthaald. De 2 weken op de Zuidpool heeft hun leven veranderd. Heel erg veranderd. Sowieso, ik wist persoonlijk al wel redelijk veel af van de klimaatveranderingen en ook wat er gaande is op Antarctica. Maar dat je daadwerkelijk bent geweest en dat je het met eigen ogen hebt gezien, dat motiveert je enorm. De 3 reisden 2 weken lang mee met een expeditie van 80 man. Hun reis moet ook andere studenten inspireren. Het verhaal wat we onderweg allemaal hebben meegemaakt, dat verhaal, dat unieke verhaal, die expeditie, dat we dat verhaal hier verder verspreiden. En dat we studenten, jongeren, vertellen over duurzaamheid en over Antarctica. En wat we kunnen doen om Antarctica en dan uiteindelijk ook de wereld te kunnen behouden. Als je nou moet kiezen, hè? Nederland met 20 graden op een terras of Antarctica met min 10? Absoluut Antarctica. Die rust die daar is, dat kun je in Nederland nergens meer vinden. Dus gewoon, ik ben meer een natuurmens, dus dat is niet echt meer te vinden in Nederland.
Grote sterren, zoals de Rolling Stones, zijn ook maar gewoon mensen. Mensen met hobby's. Gitarist Ronnie Wood spaart postzegels. Voormalig bassist Bill Wyman speelt graag met een metaaldetector. En drummer Charlie Watts fokt paarden. En die laatste hobby van paardenfokken bracht de drummer van de Stones naar het land van Maas en Waal om een paard te kopen van René Tromp. Ze werden goede vrienden. Ja, we was vroeger alleen maar gek van de Stones. In de oude wereld al keihard die muziek. En, ja, we hadden een hoop concerten gezien. Toen hij bij mij werkte, toen deed ik zaken met Charlie Watts en zijn vrouw, met de paarden. Charlie Watts, drummer van de Rolling Stones. En dan ging ik maandelijks kijken op stal en adviseren in Engeland. Toen zei hij, ga je morgen mee naar Engeland? Ik zei, hoezo dan? Ja, ga je mee of niet? Ik zei, ja, natuurlijk ga ik mee. Maar ik had hem niet verteld dat we naar de... Dat Charlie Watts gingen. Nou, die vlogen een dag daarna naar Engeland. En werden we opgehaald door Rolls Royce op het vliegveld. En toen gingen we naar Charlie Watts. Nou, en toen hij daar kwam, toen sloeg hij helemaal stil en hij kon niks meer. Meegegeten ook nog. Hij had er nog kaas op tafel liggen, een sneetje stukje. En ik denk, dan moet ik de volgende stukje hebben natuurlijk. Ja, dat is alleen maar nergens op, maar dat was voor mij was dat wel, Ja, door mijn connecties met Charlie kon ik heel makkelijk aan backstage kaart komen. En dan, daar varieerde van 10 tot 20. En dan, dat was Frans altijd de eerste die ik belde van, hij mocht weer mee. Backstage. Dat zou dan een kleine jongen lolly geven, hoor. Die had dan ook gek, maar zo liep ik toch ook rond. Ja, dat was wel helemaal heftig. Liep ik daar, zo'n grote tent waar iedereen dan, al die gasten liepen. En liepen door zo'n lange gang, kom ik Keith Richard tegen. Ja, roep ik in één keer, kijk hier man, Keith Richard. Ik denk, oh nee, wat roep ik nou toch? En iedereen kijkt zo, ik dacht, oh, dat boertje is ook nog nergens geweest. Maar dat was wel, zo boem, boem, boem. Hij stond een eindje van me af. Ja, het stelde eigenlijk niks voor, maar voor mij was dat toch wel helemaal super. Dus je kunt gewoon niet geloven dat ze er een eindje van de af staan eindelijk. Maar ja. Ja, ze zijn toen, Charlie was toen hier in Nederland en een heer waren en waarom zijn ze wezen eten en zo. Ja, dat stond toen gelijk in de krant natuurlijk. Dat is natuurlijk groot nieuws in het boerendorp en dan een keer in de drum van de Rolling Stones in de grote auto rondrijdt. Ja, ze komen weer en pinkpop, hè. Ja. Wat ga je doen? Ja, ik denk wel dat ik er naartoe moet, hoor. Anders gaat het niet door, denk ik. Ja, dat is wel leuk. Ja, ze zeiden voor 20 jaar terug al dat ze stopten, maar ze gaan gewoon door. En Pinkpop, weer backstage? Ja, dat weet ik niet. Moet ik René nog even liever aan kijken. Maar je bent zelf eigenlijk helemaal geen fan? Nee. Ik ben helemaal country en western. The Rolling Stone! Ja, bijzonder. Op 7 juni staan de Stones op het podium van Pinkpop. U kijkt naar Gelderland Vandaag. Het vertrouwen van de consumenten in ons vlees daalt. En na het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat gisteren uitkwam, is het de vraag of je gehakt balletje of stukje kip wel veilig is. Wat speelt er nu precies? Daarover zometeen meer. De allereerste 1 april grap heeft al voor veel consternatie gezorgd. Op de sociale media verscheen vandaag een bericht over een bijzondere attractie in het Openluchtmuseum. Er zou een boerderij uit Groningen, getroffen door een aardbeving, in het museum geplaatst worden. Wie zich dinsdag 1 april met helm op bij de kassa meldt, mag in die woning de aardbeving komen ervaren. Het is een hele flauwe 1 april grap.
Wij zouden nooit een verhaal vertellen wat mensen betrokkenen schaadt. En zoals het hier gepresenteerd werd, en zeker het gepresenteerd werd alsof de grap afkomstig was van het Openluchtmuseum, vinden wij echt heel erg. Caroline Berkhoff van het Openluchtmuseum, gaat u nou stappen ondernemen richting die maker van die 1 april grap? Wat we voor elkaar hebben gekregen is dat het niet meer op internet staat. Op de website waar het op stond is een rectificatie geplaatst. Het heeft niet in de kranten gestaan, het is niet op televisie geweest, het is niet op de radio geweest, wel op de sociale media. Het was inderdaad, ging het even los op social media en wij vinden dat we dat heel serieus moeten nemen. Dus we zijn ook op social media meteen gaan reageren. U heeft uw vingers blauw getwitterd. Zeg dat wel. Ik hoor nog wat kwetteren in mijn hoofd. Toch kun je afvragen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld de watersnoodramp gehad. Wij hebben nu een van die houten noodwoningen of houten geschenkwoningen uit Noorwegen. Hebben we hier weer opgebouwd. En daar kunnen we vertellen over wat die watersnood voor impact heeft gehad op het leven van de mensen die die in dat gebied woonden. Over 100 jaar is het misschien wellicht wel mogelijk om dan zo'n boerderijtje neer te zetten en mensen te laten herbeleven wat mensen in Groningen nu hebben moeten doormaken met zo'n aardbeving. Over 100 jaar zijn we allemaal dood. En jij ook. Is ons vlees nog te vertrouwen? U zag het eerder in onze uitzending dat mensen niet meer weten wat ze nou moeten geloven. De vleessector zegt dat ons vlees veiliger is dan ooit. Aan de andere kant zijn er voedselschandalen en incidenten met paardenvlees en salmonella in zalm. En dan verschijnt er gisteren weer een kritisch rapport over voedselveiligheid. Wat moeten we nog geloven en hoe heeft het zover kunnen komen? Paardenslachter Van Veen uit Nijkerk houdt van paarden, maar hij slacht ze ook. Dit bedrijf wordt niet in verband gebracht met enig schandaal. Het is een voorbeeld van de grote vleessector die we hebben in Gelderland, met slagerijen, uitbeenders en handelaren. Daarnaast zijn er ook veel toeleveranciers van afhankelijk. Het gaat dus om een sector die economisch enorm van belang is voor onze provincie, maar die wel onder vuur ligt. Gisteren presenteerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid haar rapport over de vleessector. Met daarin harde conclusies over hygiënisch werken, fraude en gebrek aan controle. Is ons vlees veilig? Nee, wij komen niet tot de uitspraak dat het allemaal veilig is. Daarmee zeggen we ook niet dat het onveilig is, maar wij vinden dat er onvoldoende garanties zijn. De vleessector zelf reageerde natuurlijk ook. Is vlees veilig in Nederland? Vlees is veilig in Nederland. Het aantal voedselincidenten neemt af, in tegenstelling tot het beeld wat wel geschetst wordt. Er is een trendmatige daling in het aantal ziektes als gevolg van voedselvraagstukken. De raad concludeert zelfs dat al het paardenvlees niet te vertrouwen is, omdat het systeem dat het moet controleren niet waterdicht is. Ten aanzien van paardenvlees schrijven wij in ons rapport dat de veiligheid onvoldoende geborgd is. Dus zegt u eigenlijk tegen mensen van eet maar geen paardenvlees? Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Persoonlijk eet ik geen vlees waarvan de veiligheid niet geborgd is. Met paardenvlees op zich is helemaal niks mis, maar je moet wel zorgen dat het helemaal dicht is qua veiligheidsborgen. De een zegt dus het is veilig. De ander zegt we weten niet of het veilig is omdat de controle niet goed is. Dit klinkt inderdaad als Kafka en dit is ook de wereld van Kafka. Maar wat moet je ermee als consument? Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog.nl en kent de vleessector goed. Hij stelt dat vlees over het algemeen wel veilig is, maar dat er ook genoeg aan de hand is. Ik denk dat er oneindig veel minder gezondheidsrisico's zijn dan we nu denken. Maar je kunt het niet meer zeggen dat het niet zo is. En dat is het hele grote probleem. En dat is een situatie die ligt nu gewoon onopgelost op tafel. Een van de grootste problemen is het toezicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarvoor verantwoordelijk. Maar daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de keuring van vlees en de opsporing van overtredingen. En dat bijt elkaar, zegt Joustra. Wij vinden dat soms de mensen van de WWA te veel in het bedrijfsproces van het bedrijf zelf zitten. Dat ze er soms ook wel erg lang werkzaam zijn. Even bij die bedrijven roept dat het gevoel op van ja, dat is iemand die wij betalen, dus die zal ook wel ongeveer doen wat we willen. Nee, en dan krijg je discussie. En dan krijg je discussies. En door bezuinigingen en reorganisaties is veel kennis weggelekt bij de dienst. De regel is dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor voedselveiligheid. In onze provincie ging 3 maanden geleden slachter Van Hattem uit Dodewaard op slot, omdat er paardenvlees in rundvleespakketten was aangetroffen. Omdat uit de administratie niet blijkt waar alles is gebleven, wordt er een grote terugroepactie gedaan. Als gevolg van de blokkade ging de slachterij na een aantal weken failliet. Juridisch mag de NVWA dat doen, maar volgens Veerman werkt dat niet. Heeft Van Hattem mensen ziek gemaakt?
Ik denk het, ik ben ze niet tegengekomen. Er is een verdenking dat ze iets fout gedaan hebben. En als je daar onvoldoende snel, omdat je ook onvoldoende vakkennis hebt, op kunt handelen, dan blijft dat heel lang zitten. Nou, en dan lost het probleem zichzelf op. Het bedrijf is failliet, dus het komt ook niet meer met claims. En dat was dat. Dus als je vakkennis hebt, dan kun je het heel snel oplossen. Want dan kun je dus heel snel zeggen, dat is het niet, dat is het niet, dat is het niet, dat is het niet, dat is het niet. Ik moet daar opzoomen. Maar als je de hele papierwinkel langs gaat en die moet je relateren aan een fysieke stroom, en dat kun je niet meer, ja, dan houdt alles dus op. Nu alle feiten op tafel liggen, zal de discussie over toezicht volop starten. Want de cijfers zijn serieus. Schattingen zijn toch dat 200.000 keer per jaar iemand door vleesproducten, met inbegrip van kip, door vleesproducten ziek wordt. En dan zijn er allerlei modellen die dan zeggen van ja, dat komt neer op ongeveer 38 doden per jaar. Dat zijn allemaal hele ruwe cijfers waar je niet veel consequenties aan kunt verbinden. Behalve de ene conclusie dat je niet zomaar kunt zeggen dat het allemaal wel meevalt en allemaal wel veilig is. Als de consument niet aan het eind van de keten de vlees flink zou verhitten, dan zouden er veel meer ongelukken gebeuren. En dat is misschien wel het beste advies. Inmiddels is er een debat aangevraagd in de Kamer over het rapport en de toestand van de vleessector. Het was lekker weer vandaag al. En met 14 graden warmer dan gisteren. De komende dagen worden die nog zonniger en warmer, Margot. Ja, de laatste dagen van maart, inclusief het komend weekend waarin de zomertijd ingaat, verloopt super zonnig. En daardoor wordt de hele maand maart record zonnig. En ook behoorlijk zacht. De temperaturen gaan weer oplopen. Op sommige plaatsen weer 20, misschien wel 21 graden. Op zondag en ook maandag. En daarmee wordt de maart een van de zachtste maartmaanden ooit in de geschiedenis. Vandaag hadden we nog te maken met wat wolkenvelden. Die trokken vanochtend vanuit het zuidoosten over. Vanmiddag brokkelde die bewolking een beetje af. Bleef het op de meeste plaatsen droog en was het eigenlijk al heel erg lekker weer. Ook vanavond en vannacht hebben we nog met wat wolkenveldjes te maken. Onschuldig allemaal. Blijft gewoon droog. Temperaturen gaan dalen naar zo'n 4 tot 5 graden bij een matige oostelijke wind. En morgen overdag dan zijn die wolken helemaal verdwenen. Misschien dat we heel in de verte een klein beetje hoge sluierbewolking zien als we naar het noordoosten kijken. Maar ja, stapelwolken, daarvoor is het te droog. Prachtig zonnig weer. En ook de temperaturen gaan oplopen. Niet alleen door de aanvoer van warme lucht, maar natuurlijk ook door de kracht van de zon. De temperaturen gaan omhoog naar zo'n 16 tot plaatselijk 17 graden. En dat alles bij een vrij stevige oostelijke wind. Nou, die wind die blijft uit het oosten komen. De komende dagen blijft het ook droog. Met heel veel zonneschijn. Ook in het weekend en begin volgende week. Waarbij de temperaturen nog wat verder gaan oplopen. Zondag, dat wordt de warmste dag. Op sommige plaatsen wordt het misschien wel meer dan 20 graden. Fijn hoor. Dit was Gelderland Vandaag. Fred B., eigenaar van een medisch centrum in Huissen, maakt zich volgens oud-medewerkers schuldig aan mensenhandel. En een mini-stuwdam zorgt voor een maxi-energieopbrengst. In Ulft is ermee getest en de resultaten zijn veelbelovend. Ik wens u nog een fijne avond.